gefeliciteerd. Even onder onsje met Freddy. Ja, ik ken hem. Hij is mijn lichting van de jeugd. Dus ik heb wel een paar handjes vol keren zeg maar, tegen hem gespeeld met Ajax en AZ. Dus eventjes gesproken, ja. Hey, wat vond je van je eigen spel? Ik vond je echt goed spelen vandaag, jou? Ja, bedankt. Ik had zelf ook het gevoel eigenlijk dat het lekker ging. En goaltje erbij, dus niks te klagen, denk ik. Hey, is het heel anders voor jou op 9? Ja, het is anders dan 10, maar ik heb ook afgelopen 2-3 seizoenen ook vaak op 9 gespeeld. En, het is misschien een beetje switchen, maar voor mij, ja, ik weet niet, het gaat eigenlijk wel vanzelf. Het is niet per se dat ik me helemaal in moet stellen op ik ben spits of 10. Dat gaat eigenlijk een beetje, gaat gewoon natuurlijk eigenlijk. Met 10 heb je meer het spel voor je in principe. En op 9 gebruik je je lichaam. En dat gebruikt je wel heel goed vandaag. Ja, vandaag kwam dat er top uit. Kon ik alle ballen vasthouden eigenlijk. Als we er over de grond niet uitkwamen, konden ze mij zoeken en dan konden we steeds doorvoetballen. Dus ik denk dat we daar ook als team zeg maar, goed gebruik hebben gemaakt. Want je kan ook zeg maar, lange ballen zomaar peren en denk zoek het maar uit. Maar het waren ook bruikbare ballen voor mij, zeg maar. En dan, dan doe je jezelf wel, stel je jezelf bescheiden op. Nee, ja, ik moet hem ook natuurlijk nog goed aannemen en afschermen. Maar ze spelen me ook goed aan. En dat is gewoon prettig, zeg maar, dat er een idee achter zit. Het is niet zomaar blind pompen of verzuipen. Het is gewoon met een idee soms dat je het overslaan om gewoon weer door te voetballen. En ja, dat is in principe niks mis mee. Eerste helft kregen jullie daartoe best wel vaak een overtalsituatie, maar dat werd dan niet helemaal goed uitgespeeld, hè? Ja, klopt. Het zijn echt, ik vind het eigenlijk 100% kansen, maar dat is natuurlijk ook als je op televisie kijkt naar de Champions League, dan zijn dat allemaal goals en dan zijn wij natuurlijk niet zo goed. Maar daar streven we natuurlijk wel naar en dat zijn wel, we komen een paar keer in 3-2. Dat je denkt, dat moeten we echt toch beter doen. En, hoe we dat beter moeten doen, zeg het maar. We gaan gewoon weer op trainen, kleine vormpjes doen, beeldjes kijken. En dan gaat het misschien de volgende keer wel beter. Ja, dan tweede helft. Hè. Dan sta je 0-0 bij rust dus. Ondanks best wel goede kansen. Red Brandhorst ook nog wel een keer heel goed. Ja, staat hij voor toch? Krijgt hij voor betaald? Nee, dat denk ik. Net als jij ervoor staat bij de penalty, hè? Ja, dat is ook zo. Nee, goed. Ja, soms krijg je wel een kans tegen. Je kan bijna nooit een hele wedstrijd zeg maar, geen kans tegen krijgen. En daarvoor heb je een keeper en we hebben een goede op doel. Dus die pakken volgens mij in de eerste helft 1 goede en in de tweede helft sowieso ook 1 goede. Of 2 misschien zelfs in de tweede helft. Ja, dat is gewoon lekker. En dat geeft ook een beetje rust natuurlijk in de ploeg. Hey, vorige keer dat we elkaar spraken, die penalty, stond er best wel wat druk op. Hoe zie je dat nu voor je, voor dat handjevolle toeschouwers aan Nijmegen op het trainingscomplex? Ja, als je het zo omschrijft zou je zeggen dat het heel anders is. Maar het was eigenlijk denk ik hetzelfde. Het was denk ik bijna dezelfde minuut in de wedstrijd, voor mijn gevoel een beetje. En die keer in de Goffert, toen beeldde ik me ook gewoon in dat ik op het trainingsveld stond. En nu stond ik er al, dus op zich, uiteindelijk maakt het geen verschil. Hey, goed gespeeld nogmaals. François, we hadden het vrijdag over de ambiance hier en hoe de spelers zich instelden. Er was weinig van te merken, denk ik. Van de ambiance of van de instelling van de spelers? Ik vond dat het goed ging, goede instelling. Nou ja, goed. Ja, ik denk dat die instelling bij ons altijd wel prima is. Kijk, mensen vertalen vaak een nederlaag naar een slechte instelling. Ja, dat, zo werkt het niet altijd. Deze gasten hebben al wel bewezen dat we de laatste dit seizoen dat de instelling altijd goed is bij ook bij een achterstand om terug te komen. Ja, vandaag hebben we vanaf minuut 1 wel ook bewezen dat de instelling prima is en echt een goede wedstrijd gespeeld. Ja, maar ook scherpte bedoel ik? Ja, alles. Hè. Organisatie, compact, verdedigd. Kansen gecreëerd, goed aan de bal, juiste momenten vooruit gespeeld, juiste momenten de bal in de ploeg gehouden. Natuurlijk zijn er altijd wel ruimtes voor verbetering, maar over het algemeen ben ik erg tevreden over wat ik gezien heb. Een paar overtalsituaties, hè? De eerste helft. Er moeten eigenlijk doelpunten zijn. Fleming zei dat ook, net. Ja, dan moet je met hem eens zijn, denk ik. Maar hoe ga je dan de rust in? Ja, in die zin met een goed gevoel, omdat je heel veel controle hebt over die wedstrijd. Alleen, we hebben denk ik 4-5 kansen gehad vanuit de omschakeling naar aanvallen. 1 bal nog op de paal. Ja, daar moet je meer uithalen, hè, tegen een topteam. Krijg je misschien niet zoveel kansen. Dus dat is iets wat we misschien elkaar wel kunnen verwijten. Alleen de manier waarop we die kansen bij elkaar gespeeld hebben, dat stemt wel weer tot tevredenheid. Dus we hebben al met al veel kansen gehad en dik verdiend gewonnen. Ja, ik vond de tweede helft werd heel vaak de derde man gevonden ook, hè, met Fleming dan op 9. Is dat de bedoeling voor hem aanspelen als balvaste speler? Nou ja, je ziet wel dat Sian echt wel een rustpunt is in het team. Iedere bal die hij ingespeeld kreeg, hield hij vast. En dan is het voor middenvelders ook lekker om bij te sluiten. En dan sta je met de middenvelders met het gezicht naar de goal en die kunnen dan weer vooruit spelen. Dus dat brengt zoveel rust in het team dat je dan een balvaste spits hebt. Of er nou een hoge bal is of een lage bal.
En dat kun je doorvoetballen. Dus ja, Sian was daarin echt berensterk vandaag. Van NEC de tweede helft ook iets meer druk naar voren zetten, klopt dat? Nou, we wilden dat een beetje afwisselen. De eerste helft ook al, hè, met de doeltrap. Zij willen veel risico nemen in de opbouw. Dus doeltrap wilden we wel vastzetten en zo proberen die bal af te pakken. Dus het ging een aantal keren goed, een aantal keren laag druk gezet. Dus wat ingezakt, waardoor je in de omschakeling met onze snelle spelers ruimte kreeg. Ja. Nou, dat wilde de tweede helft ook. Alleen ja, soms krijg je momenten, dan ben je hoog druk aan het zetten. Dan kan je de bal voorover. Dus ik denk dat we vooral de wisselwerking daarin heel goed gedaan hebben. Al met al, goede overwinning. Op naar vrijdag gewoon weer, hè? Ja, nee, een heel goede overwinning. Gewoon een hartstikke lastige wedstrijd hier. Ze hebben van de week gewonnen van Ajax, wat een goed team is. Ik vind het echt dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben. Daar kunnen we zeker op voort. En inderdaad, op naar vrijdag.